Leuk dat jullie allemaal weer kijken. Mooi dat jullie erbij zijn. Dit is een bijzondere dag. Het is vandaag de bekendmaking van de Champions League. De finale der finales natuurlijk. We hebben uit Japan bericht gekregen. Yoshiyuki heeft naar de vissen gekeken. Kleine uitleg hoe het gegaan is. Hij heeft de allerbeste gekozen. Hij heeft de beste Shisui gekozen. En nummer 1, 2, 3. In Japan doen ze dan van 1 tot en met 5 tellen. Ja goed, dat gaan we natuurlijk zo zien in het filmpje. We gaan daar natuurlijk de bijzondere prijzen voor weggeven. Waaronder deze mooie prijzen. En natuurlijk waar alles om te doen is, de schaal, de schalen. De echte Champions League schaal, de enige schaal. Ja, de Jeroens Champions League schaal. Voor de winnaar. Dus we nodigen natuurlijk de winnaars uit straks in de winkel. Helaas door de corona moet het allemaal op deze manier. We hadden het heel graag anders gedaan, maar het is niet anders. We gaan nu kijken naar degene wie gewonnen hebben. The first goes to Roy. Asagi. The second place goes to number 27. And going third place is Mr. Robert. Fourth place and fifth place Nou, dat zijn de prijswinnaars. Jullie zullen natuurlijk super enthousiast zijn op de bank thuis. Ja, we hadden dat anders met elkaar gevierd natuurlijk. Op het veld, groot feest. Maar dat kon helaas niet, dus het moet helaas zo. Gefeliciteerd allemaal. Prijswinnaars, super mooie vissen. Het was super spannend. Yoshiyuki heeft direct te kennen gegeven, samen met ons waar we al een tijdje mee bezig zijn, zijn de nieuwe vissen voor de komende Champions League. Dat worden eenkleurige metallic vissen. Platina, Yamabuki, Matsuba's, te veel om op te noemen, Mogashi-ogons. Kom ik later op terug op ons YouTube-kanaal, Facebook en dergelijke. Dus er komt gewoon weer een nieuwe. Want we gaan ervan uit dat volgend jaar gewoon alles weer helemaal na een vaccin natuurlijk weer bij het oude is. Dus we willen bij deze de prijswinnaars uitnodigen om bij ons in de winkel de prijs in ontvangst te komen nemen. En we gaan nu in dit filmpje de prijswinnende vissen erbij inzetten. Laat weten in de comments wat je van de vissen vindt. Hieronder plaats een reactie. En nogmaals, vergeet niet te liken. Abonneer op ons YouTube kanaal. Heel erg bedankt voor de deelname. Hoop dat jullie allemaal het komende seizoen ook weer willen meespelen. Hoe groter het speelveld, hoe mooier het kan zijn. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende.